In de revalidatie wordt keihard gewerkt in, nou ja, hè, aansluitend op het opgelopen letsel. Vervolgens worden ze daar ontslagen, komen ze thuis en daar moeten ze het echt gaan doen. Hè. Eigenlijk, voor mijn gevoel, begint het daar pas. Mensen merken vaak dat ze dan thuis komen en in een situatie komen waar hun dagelijks leven weer heel erg naar voren komt. En dan toch echt wel merken dat ook in de kleine dingen veel veranderd is. Dus het zijn wat subtielere klachten, maar zeker niet minder belemmerend in het dagelijks functioneren. Of in de kwaliteit van leven, zou je misschien wel kunnen zeggen. Het is heel ingrijpend, ook voor partners, om te merken dat je partner misschien een karakterverandering heeft of bepaalde dingen gewoon echt niet meer kan. Dus het samenwerken met partners is denk ik ook van heel groot belang om het hele systeem mee te nemen in die verandering. En om samen, niet alleen op praktisch niveau, maar ook op gevoelsniveau, weer echt tot elkaar te komen. Als zij het met elkaar moeten gaan doen na die 2 jaar, hè, dat ze door ons behandeld worden, dan wil je dat het gedragen is. Dus niet alleen degene die het getroffen heeft, maar zeker ook de mensen eromheen. Op het moment dat je er gewoon uitziet en daar eigenlijk niet in veranderd bent, is het heel moeilijk om ook echt te zien wat er is veranderd. En als je jezelf daar niet goed in kan uitdrukken door je letsel en dus niet goed kan uitleggen wat er met je aan de hand is, krijgt de ander veel ruimte om dat in te vullen. Een gezin waar ik aan moet denken is een gezin bestaande uit 2 puberkinderen, een partner die ontzettend betrokken is en waarbij ik echt heb gezien dat hij van de passieve rol die hij als partner eigenlijk na het letsel zich eigen had gemaakt en de eigenlijk afwezige rol als vader, hem echt weer daarin terug heb zien groeien. Niemand loopt graag alleen met een probleem. Niemand wil graag dat zijn leven achteruit blijft lopen of stagneert. En door te delen en door te kijken naar wat kan en wat je nog graag wil, worden we toch eigenlijk allemaal blijer en gelukkig van. En dat geldt zeker voor mensen met hersenletsel.